Flampie. Kan ik er ook op zitten? Oh mijn god, kijk nou. Flampie. Oh, dat is echt cool. Welkom, dames en heren, bij een gloednieuwe aflevering van Droomkracht 251 alweer. En we gaan vandaag ons helemaal bemoeien met de kerst. Een beetje vroeg, maar beter te vroeg dan te laat natuurlijk. Ja, Halloween is alweer voorbij inmiddels. En, oh Rens, ben je nou gewoon die kerstkonijntjes aan het kapotten? Oh, je hebt een deurtje in. Waar zo? Hij is een deurtje in. Oh, waar dan? Serieus? Hij is wel, hè? Hij liep hierin. Nee, ik zie al. Het is een beetje misgegaan, zie ik. Oh, oei. Maar, dat was Flappy. Okay. Ja, dat was Flappy. In dit gebied hadden wij elk jaar een beetje een scarezone. En dit jaar was er eigenlijk een boekenkastdolf. En geen scarecrow farm of wat dan ook. Dus we willen dit helemaal omtoveren tot een hele leuke kerstmarkt. We gaan een aantal kerstmarkten verspreiden over de map. En dan ook natuurlijk worden attracties aangepakt. We gaan gebieden helemaal mooi maken met slingers. Mooie, lantaarn. Met mooie lantaarnpalen natuurlijk. En kerstbomen en dat soort dingen. Kijk, zo'n slinger is natuurlijk heel lelijk. Maar ik heb even de zone ingesteld dat we dit helemaal gaan omtoveren tot iets heel moois en magisch. Echt dat we de kerst gewoon... Wat ben je nou aan het doen? Ik weet niet, want ik was bezig met de slinger. Maar hoeveel kan je er, zeg maar... Hoeveel kan je er... Veel mogelijk. Echt? Ook. Oh, kijk nou. Oh, dat is wel schattig. Oh, dit is een slinger, ja. Ja. Oh, dat is echt schattig. Wauw. Kijk dan. Teringbeesten. Ze lopen rondjes. Kan je ze ook laten hangen, als je ze heel hoog... Ja. Ja? Kijk dan. Holy shit. I believe I can fly. Oh shit. Zo. Oh, lekker konijnen. Dat kunnen we gelijk eten bij Martijn's kerst. Nou, we hebben hier een kistje en daar zitten een aantal onderdelen in, zoals ijsblokjes. We hebben wat van die hats hebben we verzameld. Dit zijn van die kerstballen. We hebben cadeautjes, we hebben kaarsjes. We hebben ook dingen voor in een kerstboom, zoals nog een kaarsje en een snoepstengeltje. En wij gaan dit gewoon een beetje slopen, want ja, we moeten gewoon ruimte creëren natuurlijk. En Rens, hebben wij nog tips? Ja, ik kan iets laten zien, maar dat zijn dikke spoilers. Nou, dit is het enige wat ik laat zien. In de verte zie je al de Carsmarkt, omdat het natuurlijk naast de Cars ligt. En dat gebied hebben we eigenlijk nooit gebruikt als een kerstmarkt, zeg maar. Sowieso eigenlijk nooit gebruikt voor een evenementje. Dus het is heel leuk om nu ook nieuwe gebieden te, niet echt renoveren, maar te vervangen voor de kerst. En wat je daar binnen kan doen is gewoon winkeltjes bezoeken. Misschien gaan we wel achievements verstoppen, dat weet ik nog niet. Maar je kan er gewoon gezellig, er is een schaatsbaan en dat soort dingen. Je moet er ook een beetje met een roleplay gevoel doorheen lopen, denk ik ook. Toch, Rens? Ja, zeker. Heb je al een kopje chocomel gehaald daarbinnen? Kijk, dat bedoel ik. Zoiets kan je natuurlijk verzinnen. Hartstikke leuk om met elkaar op onze Teamspeak, ts.droomkracht.nl, kan je gratis joinen om met elkaar lekker te babbelen en te roleplayen natuurlijk. Nou, we gaan in ieder geval terug naar de locatie en we gaan bouwen aan die kerstmarkt. Nou, we beginnen eigenlijk met het leukste en dat is dan alles kapot maken. Nou, niet echt alles, maar gewoon de bomen en stukjes van het pad. Want we gaan het pad natuurlijk ook helemaal aanpassen. En wat ben je aan het doen? Ben je nou op de konijn? Serieus, zit je erop? Ja. Oh. Hey, ik kan ook even Flappy. Flappy? Flampie. Kan ik er ook op zitten? Oh mijn god, kijk nou. Flampie. Oh, dat is echt cool. Nou, wij gaan in ieder geval lekker bouwen en we komen zo bij je terug. Rens had het idee om hier van die sneeuwbergen te maken. Dus dan gaan we waarschijnlijk gewoon dingen replacen en ook vervangen met kleuren. En je ziet ook dat ik deze kar heb gewijzigd. Want hier gaan we dus ook echt van die aparte speciale karretjes maken. Om toch een beetje dat droomkrachtgevoel. Dat we niet alles slopen, maar ook dingen gewoon lekker aanpassen en vervangen. Ja. Nou, even deze karren maak ik allemaal vlak. Ik heb gewoon alles gesloopt erop. Zo, op deze manier. Ook even de carpet weghalen. Er zit ook nog de vuurwerk. Hier komt vuurwerk uit, geloof ik. Oh nee, deze zijn de wielen. Daar komt vuurwerk uit natuurlijk. Ja. Maar ik weet niet of daar nog steeds vuurwerk in zit. Even kijken. Ja, er zit nog wat in. Oké. Dus misschien gaat hij wel via een manier af. Ik weet niet of er onder de grond een lijntje loopt of zo. Ik heb dat nog geen echt begrepen idee. Hoe nee, dat ik ook zit. Niet. Nou ja, goed. Hey, Flampie hebben we nog steeds. Gezellig. Flampie. Ja, Flampie lijst lekker bij hoor. Echt hoor. Oh, daar is Flampie. Sorry, ik had deze aangezien voor iemand anders. Maar dit is Flampie. Ik zal gelijk het gat ook dichten. Maar we gaan ook een andere soort kleuren grond gebruiken. En misschien kunnen we wel iets doen met potsel. Is dat leuk? Ik wil gewoon eens even wat proberen. Jij probeert maar, jongen. Ja, dat is geloof ik 3.2. Daar hebben we ook een steen. Die wil ik er ook wel bij. En misschien wel ook een stoombrik. En wat zien we nog meer? Hout of zo?
een beetje donkerhout, 5.5. En we hebben ook nog een, ja, wat zou je nog bij kunnen doen? IJs misschien. Dat is ook leuk. Ik ga eens kijken hoe dat eruit ziet. Kijk, dat oogt alweer totaal anders dan het pad wat we daar hebben. En ik weet niet wat jij ervan vindt. Oh, waar ben je? Ik ben bij de boom, bij de kerstboom. We hebben al veel kerstboompjes geplaatst. Ik weet niet of Nee, hè? Nee, ik denk het niet. En ik zou packet ice gebruiken trouwens. Oké, weet je het ID? Niet denken. Dat is 174. 174. En dan doen we. Maar ik vond het, ik weet niet, dat dirt, dat voelt een beetje aan alsof je op een soort van, niet modder loopt, maar dat het een beetje zo'n grindpad. Of zal ik grind gebruiken of zo? Dan zou ik eerder grind kiezen of zo. Weet je die code ook uit je hoofd? Wil je gravel doen? Gravel, ja. Dat is 13. 13. Ongelukkig. Oh, het valt naar beneden natuurlijk, omdat het onder de grond. Maar ik vind die kleurencombinatie wel leuker. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Kijk, even een grote oppervlakte selecteren. Dan kan je het beter zien natuurlijk. En doen we eens even... Hoppakee. Kijk, dat dingen vallen naar beneden. Maar dit ziet er al heel anders uit om hier te lopen. En we gaan natuurlijk ook winkeltjes plaatsen. Dus het wordt ook wat knusser. En natuurlijk ook met de kerstbomen een heel ander aanzicht. En ik ga deze nog even slopen. Want, ja, sorry. Flampie moet even blijven leven. Oh, oké. Ik zet Flampie even aan de kant. Zo. Ja, onder goed. De boom. Onder de boom. Ja, maak hem maar vast of zo. Dat was leuk. Gewoon een kameraadje. Ja. Ja, hier kan ik wel spulletjes even droppen, maar ik heb een gat gegraven omdat ik met mijn pickaxe een beetje te enthousiast was. Dus nice. Daarom, dat ging even niet goed. Oh, dat is echt heerlijk. Ik heb kerstmuziek op de achtergrond. Dat is echt heerlijk aan het bouwen. Ja, Rens zei dat ook van, dat zei Christen, als je bouwt, dan moet je eigenlijk gewoon kerstmuziek... Dat is heerlijk. Ja, ik heb dat nooit gedaan. Dat is gewoon voor iedereen gewoon een aanrader, hoor. Die iets gaat bouwen of weet ik veel wat. Want kerst is altijd leuk gewoon een beetje sfeermuziek aan te hebben. Leuk, echt leuk. Ja, ik heb dat normaal nooit. Ja, Frans Bauer, maar toen heb ik echt hele lelijke gebouwen gemaakt. En ik dacht van, nou, dat ga ik niet meer doen. Frans Bauer. Dan heb je even voor mij. Ja. Nou, we maken hier natuurlijk ook een poort. Of een soort, ja, dat je ergens doorheen gaat. Dat je echt wel het gevoel hebt van, we komen nu in een ander gebied. Om het even tussen haakjes te zeggen. En zo'n poort, ja, ik maak dat een beetje van, ja, je kan zeggen kerstkleuren. Maar voornamelijk hout. Ik weet niet waarom, maar hout ook wel leuk met steen. En misschien kunnen we gewoon iets maken. En meestal moet je gewoon maar wat bouwen. Je moet niet van tevoren denken van, oh, het is lelijk of het is niet mooi. Gewoon, heb jij nog tips, Rens? Rens is echt een bouwer, zeg maar. Ik voel mezelf niet echt een bouwer, zeg maar. Ik bouw wel altijd dingetjes, maar Rens maakt net weer even de puntjes op de i om het weer net wat mooier te maken, zeg maar. Klopt. Ja, in de server ben ik wel hoogst entertainend, maar ik bouw ook heel veel in de klopt. Server. Absoluut, heel veel bouwt hij. Ja. Ja, want hoe kan je nou het mooiste een soort boog moet het worden? Poort. Een poort. Ik weet niet, ik heb nooit echt mijn ding of zo. Ik doe het en dan meestal komt het al goed uit. De magie komt er gewoon aan te pas. Ja, dat is het wel hoor. Nee, maar als ik naar mezelf kijk, doe ik meestal eerst altijd het frame en daarna doe ik het opvullen en als laatste details dan. Ja, zeker. Nou, dan maken we hier toch wat van. Maak het uit. Zo, slopen we even wat hier zo. Ja. Aan de zijkant. Hij is al laag. Ja? Oké, dan maken we hem even wat hoger. Eentje hoger, beter zo? Ja, shelter. En dan hier, moet je uitkijken dat het dat, die zijkant. Kan ik helpen? Doe maar. Hier zo met de poort. Iets leuks. Oh, je gaat er kijken. Dat bedoel ik, hè? Gewoon even die veranderingen. Ik vind het zo leuk. Dat is toch mooi? Gewoon die hele kleine dingen. Dat doet wel best veel. Oh my god, ik heb zulke leuke muziek op. Ja? Oh, je bent dat werkt echt, hè? Ja, zeker. Kijk, dan slopen we dit eventjes, want dit wordt dan een soort grens. Dus hier wil ik het een soort van markeren. Gewoon een beetje zo. Doen we die weg gewoon hier stoppen. Zo, ja. Dan zet ik hier gewoon zo'n blok neer. Stukje, zo. Juist. Nee, we hadden zo'n blokje daarvoor, wacht. Ja, zo gewoon een... Dit. Oh, zoiets. Ja, dat. Oh ja, dat kan ook, ja. Dan kunnen we dit slopen. En dan maken we dit natuurlijk ook gewoon... Dit moet dan normaal het pad worden wat we normaal gebruiken. En dat is geloof ik gewoon stone met stone brick, geloof ik. Stone brick, heel simpel. Maar dat is gewoon het pad van de studio's, zeg maar. Dat doen we hier ook. Heel makkelijk world edit is echt aan te raden. Dat geldt ook eigenlijk een beetje voor Voxel Sniper. Dan kan je heel mooie gebiedjes maken. Ja, klopt. In ieder geval gewoon gebergtes op een hele mooie manier. En vooral met goud kan je er ook werken. Kijk, die ziet er al leuk uit. Het moet nog wat vrolijker worden, maar dat komt eigenlijk vanzelf. Zodra we natuurlijk met deze dingetjes werken. Dat zijn van die belletjes. En daarmee kan je al meer kleur creëren natuurlijk in je poort. Wauw. Itemframes erbij met een sterretje erop natuurlijk. Ja, juist, altijd, ja, dat is, dat is leuk. Mooi is dat. En dan kom je binnen en dan heb je gelijk al zo'n boom gevoel. Maar dat hebben we nu nog niet. Maar dat gaan we natuurlijk wel eventjes maken nog.
Rens, waar zit je, jongen? Ja, ik zit die bomen te slopen. Die bomen te slopen. Kijk eens hoe het eruit ziet. We hebben in ieder geval dat hout even verwijderd. Want Rens zei, ik was het ook niet mee eens, maar hij zei, het is een beetje te druk. Dus nu hebben we het vervangen voor die, voor die klei, hè? Voor cyan hardened clay. Ja. En dan kan je ook het pad, wat ik dus wil maken van potsel en dirt. Of in ieder geval, dit is coarse dirt, om het zo te noemen. Dan wil ik dan een soort van route maken langs die winkeltjes. En hartstikke gaaf. Hier hebben we dan het eerste winkeltje. Dat is eigenlijk een restaurant, was dat. En dat bouwen we nu om, dat je daar chocomel kan drinken. En misschien dat je buiten ook nog wel een plekje krijgt met een terrasje hier. En dan aan de andere kant, dat is heel belangrijk, is een vijvertje. Nou, en je raadt het misschien al. Die gaan we groter uitbreiden en hier een hele leuke schaatsbaan van maken. Dus dat, daar heb ik best wel zin in om dit even te gaan bouwen met jou. Dus ik zal eens even wat boompjes verwijderen zo. Dan hebben we wat plek. Want hij moet sowieso wat groter worden, hè, die schaatsbaan. Het is even drainen, ja. Ja, kijk, dan zien we wat meer. En dan gaan we hem vullen met packed ice dan. Even kijken hoe dat eruit ziet. Oh, kijk, nou klaar. Ja, doei. Of moeten we mixen? Is dit het goede ijs om te schaatsen? Ja, dat is wel dat dik. Of kunnen we dat mengen met die andere ijs? Je kunt het ook mengen, maar we moeten de ondergrond even niet dirt maken, anders kun je daar doorheen kijken. Lelijk. Dat is wel zo. Zullen we eens kijken hoe dat eruit ziet? Wacht, dan zal ik eens even de pickaxe pakken. En welke kleur moet dat worden dan? Cyan? Maakt niet precies uit, maar als het maar geen dirt is. Oké, dan gaan we eens even kijken hoe dat eruit ziet dadelijk. Even dit nog een beetje slopen, want hij wordt sowieso groot, dus even als voorbeeld om te laten zien aan jullie. Zo. Want we moeten nog een beetje een mooie shape gaan maken, zeg maar. Maar stel je voor dat ik dit nou film met, even kijken, met 174 en dan ook met ice. En dan ziet het er zo uit. Kijk, dat is ook heel gaaf. Dat is mooi, hè? Ja, dat heeft wel iets. En dan krijg je diepte door. Kijk, nu kun je een beetje naar beneden kijken, naar die andere ice. Dit zou dirt zijn, dan ziet het er dus zo uit. Ja, je ziet het wel, hoor. Je moet goed kijken, maar het is toch, als je meer dirt bij elkaar ziet, zie je het natuurlijk nog beter. Ja, klopt. Maar cyan, dat geeft echt inderdaad diepte, dat het echt... Ja, gewoon diep lijkt natuurlijk. We gaan dit groter maken. Dus ook dat mensen niet kunnen vrieren. Een mooi hekje eromheen. Ja. En misschien dat je ook helemaal naar achter kan gaan hier. En een winkeltje met chocomel. Gewoon een gezellig plekje ervan maken. Maar dat wel echt een groot onderdeel is van deze kerstmarkt. Dus we gaan aan de slag. Yay. Chocambi Lohanna. Lilo en Stinch. Nou, even wat slingertjes eraan hangen. Een beetje gevarieerd natuurlijk zo. Nou, dit ziet er al een stuk gezelliger uit dan eerst. De schaatsbaan die is nu ook al voor een groot gedeelte al helemaal versierd met leuke slingers. En je kan hier een rondje gaan schaatsen. Hartstikke gaaf. Nou, er komen hier en daar nog wat winkeltjes. Ik heb daar een pleintje gemaakt. Ik wou hier nog wat andere, van die soort een kerstmarkt. Maar dan met tapijtjes neerleggen. Dat mensen ook gewoon spulletjes kunnen verkopen. Zogenaamd, hè, als een soort rommelmarkt idee. Speciaal op het hout. We hebben natuurlijk nog een kerstboom met onze... Ja, zullen we Flampie gewoon erbij laten? Die laat Flampie gewoon erbij. Ja, en anders doen we gewoon een... Zo'n NPC neerzetten, dat het is niet echt Flampie konijntje is. Een NPC. NPC. Super, oké. Nou, dat is mooi. En hier kunnen jullie dan lekker gaan kijken, koekeloerissen. Maar het is nog lang niet zover, dus jullie moeten nog even geduld hebben. Het is eigenlijk een soort van sneak preview hoe de server eruit gaat zien. En natuurlijk wordt het nog mooier als er een laag sneeuw komt vallen. Want we moeten even wachten totdat het wat kouder wordt in het park. Totdat er daadwerkelijk sneeuw gaat vallen natuurlijk. Maar we zijn goed voorbereid. Ja, zeker. Ik heb nu een hele leuke vraag aan jullie. Heb je nou iets wat je leuk lijkt om in de server te zien? Dus een bouwwerk, een huisje, een object of iets dergelijks wat te maken heeft met Kerstmis? Laat het weten in de comments. En we gaan dat dus nabouwen als we de eentje eruit hebben gepikt die het leukst is. Die gaan we eruit pikken. En dan gaan we ook nog een bordje erbij plaatsen van de naam van diegene die het heeft geplaatst. Of heeft bedacht in ieder geval. En dat wil ik vaker gaan doen in de afleveringen. Dat jullie echt dingetjes terug kunnen vinden in de server dat jullie hebben bedacht, zeg maar. Dus laat het even weten onder in de comments. Heb je vrienden of vriendinnen, kennissen, familie die misschien ook een leuk idee hebben voor in de server, stuur gewoon de video even door naar ze. En wie weet hebben hun een leuk idee en dan kan je dan onder in de reactie plaatsen. Nou Rens, bedankt voor het meedoen met de video en natuurlijk ook het Duke heeft ook stiekem even meegeholpen. En tot de volgende keer. Doei doeg. Salut. 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 Sal